Dit is Impuls en Woordblind Webinars. Ik ben Hans van der Velde. In het dagelijks leven werk ik ook als coach. Ik coach werknemers in opdracht van werkgevers. Verder ben ik bestuurslid van ADHD Europe. En ik ben voorzitter van de expertisegroep van Impuls en Woordblind, wat vroeger de wetenschapscommissie heette. En als zodanig organiseer ik onder andere dit soort webinars. Rob Pereira is onze gast vandaag, die een hele presentatie over medicatie heeft voorbereid. Ik zal hem ook vragen stellen tussendoor. En dit wordt opgenomen en uitgezonden op het YouTube-kanaal. Ja, ik ben dus kinderarts, al heel lang. Eerst heb ik in het ziekenhuis gewerkt. En toen geleidelijk aan in 80, 90 jaren, toen werd de ADHD een beetje meer gepromoot, zou ik maar zeggen. Toen hebben we het ADHD-netwerk gestart met kinderartsen en kinderpsychiaters en andere behandelaren later. Dat is in een jaar of 10 later gefuseerd met het netwerk voor ADHD bij volwassenen van Sandra Kooi. En ik ben daar een tijd voorzitter van geweest. En nu is dat overgenomen door allerlei jongere mensen die zich ook heel erg bezighouden met ADHD. Maar geleidelijk aan is dat gegroeid als een soort specialisme bij kinderartsen. Die moesten op een gegeven moment verdwijnen uit de ziekenhuizen en die zijn toen voor een deel naar de GGZ gegaan. En dan voor een deel ergens anders gaan werken. En op een gegeven moment, toen ben ik voorzitter geworden van Impuls en Woordblind. Terwijl ik natuurlijk kinderarts ben en Impuls en Woordblind was oorspronkelijk bedoeld voor volwassenen. Met ADHD en dyslexie, dyscalculie. Omdat het overlappende dingen zijn, daar kom ik straks nog op terug. En geleidelijk aan dan weet je wel genoeg van dingen zoals diagnostiek, medicatie, andere hulp. En dat komt allemaal vandaag te sprake. Ik ga eerst een klein overzichtje geven over wat ADHD nu is, maar niet uitgebreid. Maar dat je ziet hoe ingewikkeld het in elkaar zit. En daarna komen de vragen. En die vragen die worden met die jullie gesteld hebben, die zijn al voor een deel beantwoord in wat ik vertel. Met een soort, even kijken, inleiding. Ik kan zelf niet het hele stukje zien, want erboven hangt nog een balkje, maar dat zal misschien wel alleen bij mij zijn. Ik ga dus iets vertellen over als je de diagnose hebt, wat er dan moet gebeuren. Dus dat is medicatie als onderdeel van het programma. Dus ik ga niet helemaal in op de hele diagnostiek, maar wel een klein beetje, dat zie je vanzelf wel. Ik ga iets vertellen over bijwerkingen of labelgebruik enzovoort, wat hier allemaal staat. En nog bij bijzondere groepen. En ik heb hier maar even vrouwen ook bij gezet. Maar dat is natuurlijk niet een echte bijzondere groep. Maar ik dacht, daar is wel iets over te vertellen nog. Dus wat zit er nou achter zo'n kopie? En dat was vroeger ook al, en bij ons is dat natuurlijk ook. Dat is gewoon altijd zo geweest. En ze zijn heel erg geïntegreerd geweest. De mensen door, ja, ik zou maar zeggen, het meest ingewikkelde orgaan wat we hebben. En vroeger konden ze eigenlijk niet zo ontzettend veel. Toen dachten ze van, we gaan eens even kijken wat er nou in die hersenen zit. Ze hakten gewoon een stuk hoofd af en dan zagen ze allemaal kamers, wat we nu kamers noemen, ruimtes met vocht en daaromheen ja, wat brei. En de vraag is natuurlijk van, wat doet dat nou allemaal? Nou, ten eerste, dit is best een belangrijk plaatje, want dit geeft aan hoe de hersenen bij, ik zal maar zeggen, hele jonge kinderen zijn en hoe ze bij volwassenen zijn en hoe de rijping gaat. En dan zie je dus ook dat de rijping is blauw. Dat is rijp. Geel en rood is niet rijp. En je ziet dat de rijping in de loop van de jeugd en van de puberteit tot volwassen, tot 25 jaar zeggen we meestal, van achter naar voren gaat. Dus het voorste stukje wordt het laatst gerijpt. En daar zitten net al die problemen die mensen met ADD hebben. Namelijk hier in die frontale kwab, waar je dus functies hebt om dingen uit te voeren. Om te remmen, om te plannen en dat soort dingen. Dus je kan je best voorstellen dat een baby nog niet kan plannen. Dat vinden we heel normaal. Maar omdat die rijping bij ADD soms 1,5 jaar achterloopt, zie je dus dat sommige kinderen in de knel raken met hun executieve functies, zoals het heet, dus het uitvoeren van dingen. Omdat ze er dan achterlopen ten opzichte van hun leeftijdgenoten. Als je die hersenen openmaakt, dan zie je overal van die witte stof, grijze stof. Hier zie je nog wat kernen, die ook allemaal heel belangrijk zijn. En al die pijltjes hierin, dat zijn pijltjes naar van hieruit, waar de neurotransmitters heen gaan. Die gaan dus, dachten we vroeger altijd hierheen, maar die gaan ook hierheen. En dit zijn die kleine hersenen. En vroeger dachten we alleen kleine hersenen zijn dus voor
kan maar zeggen, een beetje motoriek of iets dergelijks, coördinatie. Maar ze blijken ook gewoon mee te doen in het geheel van de hersenen. Nou, al die banen, dat zijn netwerken. Dat wisten we vroeger niet, maar die hebben allemaal contacten. En je hebt bijvoorbeeld het corticocerebellaire netwerk. Dat is naar je kleine hersenen voor de bewegelijkheid, voor de coördinatie. Dit gaat naar je frontale kwab. Dit gaat weer naar beloningssystemen. Dus heb je een heleboel netwerken. En die zien er zo uit. Gewoon PTT, maar dan super fijn. En alle kanten uit. Als je dan kijkt, nog een verdieping dieper. Dan zie je dat er bijvoorbeeld 8 miljoen mensen zijn op deze aarde. Nou, ik denk dat de meesten van jullie al weten hoeveel neuronen je hebt. Nou, doe eens een gok. Nou, heel eventjes dan. Minstens 10 maal zoveel. Misschien wel 12 maal zoveel. Alleen maar neuronen. En dat zijn dus deze cellen. Maar die hebben allemaal ook nog eens 100.000 van die vertakkingen naar andere cellen. Dus je kan je voorstellen hoe ingewikkeld deze computer is. En veel ingewikkelder dan de meeste computers die we nu hebben en die supermodern zijn. Nou, als je nog verder gaat in die cel, dan zie je zo'n celkern. Daaromheen zit ook allemaal stof. Dat zijn eiwitten, water, allemaal mineralen. Hier zitten van die fabriekjes voor de energie. Hieromheen zitten allemaal beschermingslagen. Die hebben ook allemaal een functie. Daar ga ik niet helemaal op in. Hier zie je een doorsnede van zo'n synaps. Dat is dus de verbinding tussen de ene en de andere cel. Daar kom ik zo nog op terug natuurlijk. Als je nou kijkt naar bijvoorbeeld naar dit orgaantje. En je gaat het nog eens vergroten. Dan zie je dus allemaal membranen, dubbele membranen. Daarbinnenin zitten allemaal mooie bloemetjes. Dat zijn allemaal opgewonden eiwitten. En ook neurotransmitters. Allerlei stoffen, mineralen. Van alles zit erin. En die membranen ook, die zijn dus voor een deel vettig. En in die membranen zitten ook weer allerlei dingen die prikkels kunnen doorgeven. Zoals hier bijvoorbeeld. Ja, zo zit het vol met, ja, dit is dan een beetje bijgekleurd. Maar zo moet je het je wel voorstellen. Het is ongelooflijk ingewikkeld. En het is ook een wonder dat het altijd goed gaat. Laten we zeggen in, nou, 95-99%. Dit zijn zo'n beetje de eenvoudige stoffen. Waarvan je zegt, ja, die zien er best eenvoudig uit. Maar die hebben een ongelooflijke invloed op van alles. En we praten dus vandaag over methylfenidaat. Daar kan je overigens leuke hangetjes van maken. Van zilver, voor de mensen die dat willen. Ik heb er laatst eentje gezien. Je kan dexamfetamine ook een hangetje van maken. Serotonine, dopamine, nortonine. Dat zijn allemaal bekende namen. En ze zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit. Dus een ring, een paar ootjes, een paar haartjes, een paar stikstofatomen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer. Je hebt ook bijvoorbeeld GABA. Daar gaan we niet zoveel over praten. Dat is meer de demper van de hersenen. Glutamaat is meer de stimulator van de hersenen. Je hebt nog acetylcholine. Cannabis ziet er wat ingewikkelder uit. Nicotine en ook al deze dingen en nog veel meer, die hebben receptoren in de hersenen. Dus je hebt bijvoorbeeld ook, nou ja, je hebt gewoon tientallen soorten receptoren. En van die receptoren heb je ook nog tientallen soorten onderverdelingen. Ja, even voor de uitleg, dat GABA, glutamaat en zo, dat zit dus in de hersenen, lichaamseigen. En ja. Cannabis doen sommige toevoegen aan de hersenen, om het maar zo te zeggen. Dat zo komt van buiten. Hè? Ja, ja. Maar er zijn wel stoffen die dan een rol gaan spelen in je hoofd. En de bedoeling van dit plaatje is dat je op allerlei manieren dus gevoelig kan zijn voor bepaalde stoffen. Nicotine, cannabis die van buiten komen, die hebben toch receptoren in de hersenen. En dat is op zichzelf heel bijzonder. Nou, vroeger wisten ze ook wel dat het heel ingewikkeld was. Toen haalden ze God er nog bij. Allemaal radertjes. En je ziet dus ook dat ze wel hun best hebben gedaan om alle zintuigen, ogen, neus, oren, alles met elkaar te verbinden. En eigenlijk is dat nog steeds zo. En we hebben nog steeds allemaal radertjes. Als je ergens aan draait, dan draait iets anders mee of draait terug. Je gaat allemaal evenwichten. En dat maakt het ook zo ingewikkeld. En we noemen het dus, ofwel noem je dat een complex adaptief systeem, omdat het heel complex is. En het zich voortdurend aanpast aan de omstandigheden. Of je kan het ook proberen te verklaren met de chaostheorie. Maar in elk geval, het is iets wat dermate ingewikkeld is, dat je het nooit eenvoudig kan beschrijven. En je kan zeggen, bijvoorbeeld ADHD is iets eenvoudigs.
Maar dat is helemaal niet zo. Het is best ingewikkeld. Er is niet één oorzaak en die veroorzaakt jouw ADHD. Zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. En nou is dus de vraag, schiet je nou met een kogel, ja, zoals medicatie is, op al die muggen? Of ligt het wat subtieler? Nou, daar wou ik het nou over gaan hebben. Ik ga eerst even een filmpje laten zien van hoe de synaps werkt. Dan begrijp je beter hoe dat gaat. Oh. Zo. Bij een aufmerksamkeitsdefizit. Kijk, dit filmpje, dan zie je dus de hersenen. Hier is de voorkant van de hersenen, de achterkant van de hersenen. En hier hebben ze gebieden getekend die heel erg gevoelig zijn voor onder andere dopamine. Voor in de hersenen, maar ook in het midden en achter. En ook hier onderaan, als je het openmaakt, ook nog aan de binnenkant overal. Dus overal zitten receptoren. Hè, dus het cerebellum, hier zo, het striatum. en wat ik daarnet zei over al die netwerken, dan kan je dus zien hoe zo'n zenuw werkt. Zo'n zenuw moet je je voorstellen als ja, van die draden met overal kernenergie, kernstukjes ertussen om energie te leveren. Die eindigen allemaal in een verdikking. En in die verdikking er zitten allemaal blaasjes. Die ook weer aangestuurd worden door allerlei enzymen en receptoren. En in die blaasjes zitten van die blauwe bolletjes onder andere. Dit gaat dan even alleen over dopamine. Hier zitten die blaasjes. Er komt een prikkel van je moet iets doen. Dan komt de dopamine uit het blaasje. Gaat naar de overkant naar de volgende cel. Komt er op een receptor. En wordt vervolgens weer teruggezogen door de dopamine transporter. Dat is dat. Dopamine transporter. Nou, dat gaat zo eigenlijk permanent door. Dus er wordt eigenlijk geen dopamine verspild. Komt er weer een prikkel. Nou, dan heb je weer voldoende dopamine in die blaasjes. Want die is daar weer terug ingebracht. En vervolgens komt het aan de overkant. Nou blijkt dat in sommige gebieden van de hersenen deze transporter te hard werkt. Het werkt soms 150% of 170%. En dat betekent dat als er dan een prikkel komt, dat het dan te snel teruggezogen. Zie je, dan bereikt het niet de overkant. Zo, stopt hier dan. Oh, wacht even, gaan we even terug. Ging even mis. Dan bereikt hij dus niet volledig de overkant. En toen ze dat ontdekten, toen hebben ze ook meteen begrepen wat er gebeurt met stoffen die al bekend waren, die iets deden tegen ADHD. Die blokkeerden namelijk voor een deel die transporter. Als die transporter voor een deel wordt uitgeschakeld, en er komt dan weer een nieuwe lading dopamine naar de overkant, dan kan het niet meer terug en dan krijg je een verhoging van dosering. Dat is eigenlijk het principe van de stimulantia. Stimulantia is dus Ritalin, dexamfetamine, amfetamine, cocaïne, dat zijn allemaal stimulantia. Ja. Ik heb het hier nog even voor de mensen iets rustiger laten zien. Hier heb je die blauwe bolletjes. Je krijgt een prikkel. Er moet iets gevuurd worden, er moet iets gedaan worden. Dopamine komt eruit en die gaat tegen die receptor aanzitten. Vervolgens wordt het meteen weer teruggezogen door dat pompje. Gaat weer in de cellen, in die blaasjes. Dit is het probleem, zou ik maar zeggen, bij ADHD. Het wordt veel sneller teruggezogen en je krijgt te kort prikkeling van je volgende cel. Dan doe je dus methylfenidaat of dexamfetamine erbij of andere stimulantia. Die blokkeren eventjes die transporter. Dexamfetamine die blokkeert ook nog eventjes het terughalen naar die blaasjes. Die zorgt ervoor dat die blaasjes niet zo vol worden. En dan komt die prikkel wel goed door. Dus dan krijg je de prikkeling zoals je hem wil hebben. Maar dat betekent dus ook dat als je dit heel lang blokkeert, of heel sterk blokkeert, ja, dan krijg je veel te veel. En dan wordt die cel als het ware een beetje, ja, echt helemaal gedempt. En dan krijg je bijwerking. En dat wil je niet. Nou, dan heb je dus ongelooflijk veel receptoren. Het is niet zo dat je zegt, er is alleen maar dat. Dopamine transporter, dat is dat terugzuigpompje. Je hebt ook een noradrenaline transporter, die zit er vlakbij. Die heet dan noradrenaline transporter, blokker. Die zuigt dus noradrenaline terug. Je hebt serotonine transporterblokkers, dus SSRI's. Dat zijn de middelen die vaak gegeven worden bij depressie.
En je hebt allerlei soorten receptoren aan de overkant. Dus DRD1, DRD5, voor dopamine, DRD2, DRD4, enzovoort. Je hebt ook noradrenaline receptoren aan de overkant. Die noemen ze met alfa, alfa 1, nou, alfa 2, beta receptoren. Dan heb je ook nog onderverdelingen. Je hebt wel een stuk of 10 van die dingen die ze nu al hebben ontdekt. Je zegt nu blokker, gaat dat dan al over medicatie? Want je hebt natuurlijk de dopamine transporter. Maar wat is dan de blokker? Ja, nee, de blokker is dus eigenlijk, dat zijn echt de medicaties. Ja, precies. Die blokken dat, zou ik maar zeggen. Dit is de dopamine transporter, ja, ik heb het niet helemaal goed opgeschreven. Nee, maar dit is de dopamine transporter. En dit is de blokker. Ja, en dan heb je nog alle enzymen die ook de spullen verteren weer. En die verteren dus bepaalde neurotransmitters. En ja, die worden ook af en toe door allerlei producten worden die weer geactiveerd. En dus bijvoorbeeld door grapefruitsap of door andere dingen, dan gaan deze dingen harder werken. En dan krijg je dus opeens hele andere verschuivingen weer in de cel. Dit is meer niet om te leren allemaal, maar dit is meer om aan te geven hoe ingewikkeld het is. En dan is natuurlijk de vraag, heeft het zin om dat van tevoren te weten? Daar kom ik nog wel even op terug, maar ik denk het in eerste instantie niet. Het is gewoon wel goed als het niet goed gaat. Bijvoorbeeld, je hebt veel te hoge spiegels of het werkt niet. Dan kan je denken van, ja, misschien is het wel goed om farmacogenetisch onderzoek te doen. Om te kijken met name of deze, die cytochromen, of die niet een bepaalde afwijking hebben. Want je hebt ongelooflijk veel afwijkingen in de cytochromen. En je hebt heel veel soorten, maar je hebt ook nog soorten die sterker werken en minder sterk werken. Dus het is gewoon heel moeilijk te zien van tevoren wat er zal gebeuren als je iets doet. Dat zou in de toekomst misschien... En om het even ingewikkeld te maken, hier zie je zo'n plaatje. In de toekomst zou dat misschien dus wel zo kunnen zijn, dat je van tevoren kan gaan testen welke medicatie bij wie past. Maar dat is echt de verre toekomst. De verre toekomst, want het enige, als je dat als enige doet, dan bereik je het niet. Nee, precies. Er zijn zoveel variabelen. Ja. Dat is maar een dingetje wat je misschien kan gebruiken als het niet goed gaat. Oh ja. Ja. En hier zitten dus al die pompjes. Hè, dit is zo'n pompje om terug te halen. Dit is dan het pompje van dopamine, dopamine-transporter. Hier heb je nog receptoren. Aan de overkant zit een receptor. Dus het is meer om aan te geven hoe ingewikkeld zo'n cel in elkaar zit. En nou is het natuurlijk niet alleen maar je eigenschap. Het is natuurlijk ook de omgeving belangrijk. Daar wou ik toch een paar woorden aan wijden, want de omgeving is natuurlijk ook belangrijk bij behandeling. Kijk, dit is natuurlijk heel rustig. Daar word je niet opgewonden van. Als je gezond en weinig en goed eet, is het ook beter dan wanneer je bijvoorbeeld zegt van nou, dit is het dieet van een Zweedse familie in dit geval, met allemaal frisdranken, allemaal suikers, allemaal kunstmatige dingen. Hier zit helemaal geen kunstmatige stof in. Dit komt gewoon uit de bergen. Dit is dan een plaatje uit Amsterdam. Daar word je niet rustig van. En dus de omgeving is ook ongelooflijk belangrijk dat je daar iets mee doet. Nou, en verder heb je natuurlijk de risico's die je loopt als je dus voor de conceptie al ongezond bent. En dus de bedoeling is eigenlijk dat je tijdens de conceptie, in ieder geval voor de conceptie en daarna in de zwangerschap, dat je dan zo gezond mogelijk bent. Want het betekent dat je namelijk in de zwangerschap meer kan hebben. Dus mensen die medicatie krijgen in de zwangerschap, of die roken in de zwangerschap, of alcohol gebruiken in de zwangerschap, die lopen meer kans dat het kind iets krijgt. En iets, ja, dat noemen we dan in de wandelgangen ADHD, maar dat zijn natuurlijk eigenschappen die je dan meekrijgt, die je gedeeltelijk in je genen hebt, maar ook gedeeltelijk door beschadiging van je, van de uitgroei van cellen, van de uitgroei van die zenuwen, kunnen leiden tot minder goed functioneren. Als je bij de geboorte beschadigt bijvoorbeeld, dan heette het vroeger MBD, Minimal Brain Damage. En dat klopt ook, want als je beschadigd raakt, dan gebeurt er ook van alles wat niet helemaal goed aansluit meer. Tegenwoordig, of later noemen ze dat Minimal Brain Dysfunction. En tegenwoordig zeggen we dan neurodiversiteit. Maar MBD bestaat eigenlijk nog wel. MBD is eigenlijk meer beschadiging bij de geboorte. En dat is niet dat je even blauw bent bij de geboorte, maar dat is echt dat je aan de beademing bent geweest en dat soort dingen. En die kinderen die hebben ook vaak motorische problemen of die zijn spastisch voor een deel. En die hebben ook vaak ADHD-achtige symptomen. Je kan nog ziektes hebben,
zijn ook niet gunstig. Ook na de geboorte niet. Hersenvliesontsteking, stress. Hierachter staat nog trauma, maar dat kan ik nou niet zien, want het plaatje zit er net voor. Ja, dat zijn ook allemaal dingen die van belang zijn. Nou, nog even over medicatie. Medicatie in de zwangerschap. Antibiotica in de zwangerschap. Antibiotica na de geboorte bij de moeder. Die leiden tot meer ADHD en autisme bij een kind. Dat is maar heel weinig. Maar toch is er een relatie tussen medicatie en problemen bij een kind later. Of dat gaat via de darmbacteriën, via het microbioom, dat kan ook nog. Maar directe schade lijkt er ook te zijn. Jo. Jo. Nou. Nou, dit is natuurlijk voor iedereen duidelijk. Ja, dit is gewoon slecht. Dat weet iedereen. Hier krijg je kinderen van met VAS. Dus fetaal alcoholsyndroom. Die zijn heel ernstig autistisch of heel ernstige ADHD. Die hebben ook nog allerlei andere problematieken. Als je een klein beetje drinkt, is dat natuurlijk ook niet goed. In 70 jaar toen kinderen toen 1 sigaret per dag en 1 biertje per dag. Dat mocht nog, maar dat doen we nou niet meer. We weten dat een klein beetje schade, een klein beetje belasting ook schade kan opleveren. En om even duidelijk te maken hoe ingewikkeld ADHD eigenlijk is. Ja, dit ziet er wel heel ingewikkeld uit, Rob. Dit ziet er wel heel ingewikkeld uit. Ik ga je er even doorheen leiden, maar ja. Het principe is dat het ook ingewikkeld is. Want je hebt namelijk te maken met allerlei genen die een kleine afwijking kunnen hebben. Ten opzichte van de norm, zoals iedereen honderden genen heeft die een kleine afwijking hebben. Maar deze kleine afwijking die wijzen dan een beetje in de richting van ADHD. Het kan te maken hebben met je niveau. Als je heel dom bent, zou ik maar zeggen, heb je meer last van dan wanneer je heel slim bent, hoewel het niet compenseert. Maar je hebt ook allerlei van deze cirkels die overlappen met ADHD. Dus 50% met dyslexie. En daarmee heeft onze vereniging ook impuls- en woordblind, omdat er ook veel mensen met dyslexie of dyscalculie in zitten. Je kan er ook nog hierin zetten, hoogbegaafdheid, NLD als je erin gelooft, gedragsproblemen, depressie, angststoornissen, dwang en drang. Overlapt allemaal met ADHD en met ASS. Dit was autisme. Vroeger noemden we dat Asperger. En bij de hele intelligente kan er autisme. Bij de hele kinderen die zich niet konden ontwikkelen. En de rest ertussen was dan PDNOS. Oppositioneel gedrag. Overlapt ook heel erg met ADHD. Motorische stoornissen ook. En tics ook. Nou, tegenwoordig doen we het ietsje anders. Tegenwoordig zeggen we, dit is allemaal ASS. Het heet allemaal autisme spectrumstoornis, omdat het een spectrum is van meer of minder afwijkingen. En meer of minder ernst. Ik noem vaak ADHD ook ADHD spectrumstoornis. Omdat het ook een spectrum is van al die dingen eromheen. Omgevingsfactoren, beschadigingen. Hier staat nog leuke dingen die je hebt meegemaakt in je leven. Trauma's die je hebt meegemaakt in je leven. Je opvoeding, alles speelt een rol. En je kan dus eigenlijk net zo goed zeggen, we noemen het gewoon GGZ-SS. Dus alles bij elkaar. En die hele GGZ in 1 grote vergaarbak. Je hoeft niet per se een diagnose te hebben, maar je hebt wel last van bepaalde eigenschappen die hier in die cirkel zitten. Nou, en dan denk je van, dat weten we ontzettend veel. Maar eigenlijk is dat natuurlijk niet echt zo. Lees maar eventjes. Denk je dat je alles weet, maar het is gewoon helemaal niet zo. We weten eigenlijk heel weinig. En hoe dieper je in die cel komt, hoe meer eigenlijk blijkt dat we weinig weten. Nou, we hebben dus in 2019 nog eens een keer alles samengevat in heel Nederland. Samen met het Trimmels Instituut en met de groep in Engeland. Dus Engeland heeft ook richtlijnen, dat heet de NICE Guidelines. En toen hebben we gekeken naar 3 dingen. Namelijk evidence, wat is er voor bewijs dat goede diagnostiek, goede behandeling, echt bewezen effectief is. Wat zeggen de geleerden? Dus wat staat er in de literatuur? En wat helemaal nieuw is, en dat hoort dus niet bij richtlijnen, wat zeggen de mensen die er zelf ervaring mee hebben, de ervaringsdeskundigen? Die hebben bijvoorbeeld hele andere dingen die ze belangrijk vinden. Die vinden bijvoorbeeld wachttijden heel belangrijk. Dat staat nooit in een richtlijn. En die vinden goede uitleg belangrijk. Er wel een beetje in, maar niet zo goed. En nu hebben we dus geprobeerd om dat samen te vatten in de zorgstandaard 2019 ADHD. Die kan je hier vinden. Hier staat de samenvatting.
Hier staat de hele zorgstandaard. En hier staat nog de toolkit. Zal ik even op klikken, Hans? Ja, dat kan. Kijk wat er gebeurt. Kijken wat er gebeurt. Dan krijg je de toolkit. Ja, we krijgen hem niet in beeld. En dan kan je kijken van... We krijgen hem niet in beeld. We krijgen hem niet in beeld. Oh. Dus. Maar dit kunnen mensen zelf wel vinden. Ja. GGZ-standaarden. Heb je hem nu in beeld? Oh ja, nu wel. Ja, je hebt een ander scherm, moet je dan sharen. Ja. Nou, als je hier doorheen scrolt, dan kan je dat bekijken. En ik ga even naar de onderkant. Je kan hem zelf opzoeken. Kijk, hier staat dus een keuzekaart. En dan zie je alle psychologische behandelingen die er zijn. En er staat een beetje scrollen. Bij van, wat houdt het in? Ja, hier zo. Ja. Ietsje verder nog, Rob. Is het zinvol? Dit is meer om door te lezen. En dit zijn de psychologische behandelingen. Dan kijk je ietsje lager. Dit zijn dan de behandelingen met medicatie. Welke soorten zijn er? In het kort allemaal. En als je met zo'n kaart voorbereidt op je bezoek bij je behandelaar, dan kan je ook makkelijke dingen vragen. En dit is dus heel gecomprimeerd wat die hele zorgstandaard zegt. Ja, dit is wel een belangrijk punt waar jij, Rob, ook terecht op aanstuurt. Dat mensen met ADHD die een diagnose krijgen, zichzelf voorbereiden, kijken wat de mogelijkheden zijn, welke medicaties er zijn. En dat niet, zeker niet bij medicatie alleen, want wat je nu laat zien ook, coaching, schematherapie, et cetera, dat er heel veel mogelijkheden zijn. En als je met dit naar je behandelaar gaat, dan laat je zien dat je geïnformeerd bent, toch? Ja, zo is het. En dan is het dus de vraag van, hoe evidence-based is het allemaal? Ja, en daar kom ik dan nog even op terug later. Zo. Hier was ik al geweest. Zo. Nou, dit kan je dus zelf aanklikken. Moet hem even nog groter maken. Hier kan ik even over nadenken. Waarom gaat die niet open? Misschien bovenaan bij diavoorstelling. Boven in je menu. Kijk. Nou. Kan niet helemaal boven in mijn menu. Nou, ik doe het nog even over. Stop share. Share screen. Nou, dat ga ik even zo verder hoor. Dat is ook niet zo heel erg. Of kan je het niet zien zo? Dat is wel heel klein nu. Het is heel klein, oké. Okay. Hoe gaan we dat oplossen? Als je even afsluit en ook de PowerPoint afsluit en weer opent. Ja, dus ik heb twee pagina's uit de zorgstandaard gekopieerd. Alleen om even te laten zien wat voor schema's daar we hanteren. Die zijn wel een beetje conservatief, zou ik maar zeggen. Dus je moet het eigenlijk precies volgen. Maar in de praktijk gaat het natuurlijk niet zo. Omdat er heel veel andere factoren zijn die ook van invloed zijn. En die ook de draagkracht en de draaglast van de ouders bijvoorbeeld. En die staat er niet zo duidelijk in. En die is wel belangrijk. Dus je moet kijken van, gaat het goed? Heb je ja of nee effect? Enzovoort, enzovoort. En dan kom je uiteindelijk bij overweeg medicatie. En soms ga je dus heel snel door zo'n schema heen met je klant, zou ik maar zeggen. Want ik wil het woord patiënt niet zeggen, Hans zei het per ongeluk ook. Omdat het makkelijk zeggen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. en dan kom je uiteindelijk uit bij medicatie. Dit is dan voor kinderen van 13 tot 18 jaar. En hier is er eentje voor volwassenen. Dan zeg je dus eerst psycho-educatie, dat is logisch. Dan ga je kijken van kies je ook voor medicatie. En als je ja voor medicatie kiest, dan heb je hier niet zoals bij een richtlijn zoveel milligram van zoveel. Maar je kan dit nemen of dat, of dat of dit. Dat is ongeveer even goed. En dan heb je stap 3. Dat is dan twee andere middelen die ook bij ADHD veel gebruikt worden bij volwassenen. Als het dan niet lukt, dan krijg je weer de volgende fase. Maar dan heb je meestal comorbiditeiten. Dan zit je meestal ergens in die cirkels.
Dus dat zijn allemaal dingen die je dan moet overleggen met degene die jou behandelt. En hier nog even in het kort. Je krijgt dus psycho-educatie, dat doet iedereen. Dat is overigens niet echt evidence-based in de literatuur. Maar ook niet evidence-based is cognitieve gedragstherapie. Terwijl er wel heel veel gedaan wordt. En je moet wel oefenen met dingen en zo. Je moet proberen uit te leggen wat je het beste kan doen. Hoe je moet handelen bij een kind dat heel boos is. Als je dingen vergeet, hoe je dan lijstjes moet maken of Ohio moet doen. Ohio, dat is only handle it once. Dat je meteen iets aanpakt en niet uitstelt, niet op een stapeltje legt. En dan gaan we nu verder met medicatie, want dat is uiteindelijk een van de weinige dingen die echt evidence-based is en die helpt bij mensen met ADHD. Nou, dan zie je dus als eerste keus, en dat is op zichzelf heel wonderlijk, na 75 jaar nog steeds eerste keus methylphenidaat. Dus dat zegt er ook wel iets over het product. Er zijn allemaal nieuwe producten ontwikkeld, maar methylphenidaat is toch nog steeds eerste keus. En ik denk dat jullie misschien wel weten hoe dat ontdekt is, maar ik vertel het voor de zekerheid nog een keertje. In 1938, toen werd zo'n beetje gezegd van ja, die kinderen die zo druk en zo raar zijn, die moeten we toch onderzoeken, die hebben vast iets in hun hersenen. En toen kon je in die tijd alleen nog maar een luchtje maken. Een luchtje is een eufemisme voor een ruggenprik, waar je dan wat van het ruggenmergsvocht uithaalt en dan spuit je dan zo'n beetje lucht in. En die lucht die borrelt dan naar boven zo in je hersenen. En die komt in die kamers terecht en dat doet ongelooflijk veel pijn. Toen hebben ze die kinderen onder de röntgenfoto gelegd, want ze hadden natuurlijk geen CT-scan. En toen bleken al die röntgenfoto's met lucht normaal te zijn. Dus die kinderen hadden eigenlijk normale hersenen. Dat hadden ze niet echt verwacht, want ze dachten we zien een afwijking. Maar toen die kinderen van die foto klaar waren, toen hadden ze zo'n pijn. Toen gaven ze dus de sterkste pijnstiller die er was. Dat was dexedrine. En na een kwartiertje waren die kinderen opeens allemaal normaal. Nee, die konden opeens normaal praten, die hadden geen druk hoofd meer. Die waren gewoon goed aanspreekbaar. En zo is dus door serendipiteit, zoals het heet, is toevallig ontdekt dat methylphenidaat iets deed bij deze kinderen. Toen hebben ze dat omgebouwd, die dexedrine tot methylphenidaat. Die man die dat gedaan heeft, die dacht, hoe zou ik het nou eens noemen? En die dacht, hé, mijn vrouw heet Rita, ik noem het Ritalin. En zo is dat eigenlijk gekomen. En nu zijn die twee oude producten, methylphenidaat uit de oorlog, dexvitamine ook daarvoor al, die zijn nog steeds eerste keus. En toen in 2004, toen kwam atomoxetine, 2006 atomoxetine. En later, een paar jaar geleden, gewoon fascine en nog een paar producten. En de bedoeling is dat je dus samen met je behandelaar kijkt van welke weg gaan we uit, wat gaan we eerst doen, doe het samen en doe het gepersonaliseerd. Iedereen is anders. En je bent niet ADHD, je hebt ADHD-symptomen. En of je nou een diagnose hebt of niet, je moet gewoon zorgen dat je kijkt van, zijn er triggers te vinden die je kan uitschakelen? Zijn er dingen gebeurd in je leven die je moet behandelen? Zijn er deficienties die je moet aanvullen? Kan je iets aan de omgeving doen? En als er dan niets overblijft wat je nog kan doen, dan kom je uit bij medicatie. Nou, dan heb je een paar groepen. Je hebt de dopamine gestuurde en de voornamelijk noradrenaline gestuurde. Dat is te makkelijk om te zeggen, want heel veel van die producten, zoals methylphenidaat, atomoxetine, bupropion, al die dingen die werken meestal op alle tweede transporters. Dus je krijgt bijvoorbeeld 80% van dit, 80% dopamine en dan nog 20% noradrenaline als je een van die producten geeft. Of andersom, hier krijg je heel veel noradrenaline en heel weinig dopamine. En je weet nooit precies wat er in de hersenen van mensen met ADHD, ja, wat uit evenwicht is en waar. Dus vaak is het wel een soort gok dat je denkt, nou, bij bepaalde types kan je denken van oké, dat is een type, dat herken ik wel. Die is bijvoorbeeld heel erg prikkelbaar en heel erg druk of is heel erg verslaafdgevoelig. En dan werkt meestal methylphenidaat en dexamfetamine het beste. Ja, dus zo kan je dus, als je wat ervaring hebt, kun je denken van dit type is misschien beter om het zo te doen. Een kind met veel gedragsproblemen en weinig concentratieproblemen, die kan je misschien beter zoiets geven. Een kind wat heel erg prikkelbaar is en slaapproblemen heeft, beter zoiets misschien. En zo kan je proberen door je ervaring te kijken waar begin ik mee. Nou, om te beginnen met Ritalin, want dat wordt bijna niet meer gegeven omdat die fabriek helemaal niks doet aan marketing.
Dus iedereen heeft natuurlijk gezegd, Ritalin is uit patent. We gaan allemaal zelf methylphenidaat maken. Dus je hebt nu wel 8 soorten op de markt. En die zijn theoretisch allemaal hetzelfde, maar die voelen soms toch een spoortje anders. Nou, wat moet je dus weten? Nou, je moet weten, wat ik net heb verteld, hoe dat ongeveer werkt met die transporterblokkers en waar het ongeveer op werkt. Dus je moet kijken van, heb je voldoende basiskennis over medicatie om tegen je behandelaar in te gaan, als dat nodig is. Er zijn allerlei vragen en die komen in de literatuur en zeker ook op sociale media natuurlijk vaak voor. Werkt het dan nog wel na een tijdje? Want heel veel mensen denken van, hey, bij mij werkt het niet meer. Het werkt in het begin zo goed en nou niet meer. Dat had ik zelf ook. Ik had eerst, toen ik 50 werd, had ik een bril van plus 1. Toen dacht ik, zo, kan ik weer goed zien. En nu zit ik op plus 3. En het werkt nog steeds. Dus eigenlijk moet je ook zo omgaan met je medicatie. Je moet dus niet kijken van, hey, het werkt niet meer, ik stop ermee. Maar je moet kijken, het werkt niet meer. Ik ga kijken of ik misschien een verkeerde dosering heb of een ander product moet hebben. En zo moet je eigenlijk zelf het heft in eigen hand nemen. Rob, ook ten aanzien van andere producten. Er zijn de zogenaamde substituties. Ik noem het ook wel eens de B-merken. He, dat als je ineens een ander merk krijgt. Van je switcht van Teva naar weet ik veel wat voor filidienamen ze allemaal hebben. Ja. Daar horen we toch regelmatig via de hulplijnen klachten over. Is daar al een beetje iets van bekend? Of dat klopt? Of wat weten we daarvan? Nou, ik kom er zo nog een beetje op terug, maar ik zal het nu vast beantwoorden. Kijk, het gaat altijd om de farmacokinetiek en farmacodynamiek. En farmacokinetiek betekent hoe wordt het opgenomen in je bloed als je het in de maag krijgt. Hoe wordt het verdeeld over je lichaam? Gaat het allemaal naar de goede plaatsen toe? Hoeveel receptoren heb je? Hoe zijn die geprikkeld? Dus je weet gewoon niet precies wat je binnenkrijgt. Bijvoorbeeld van Ritalin. Ik noem maar even Ritalin. Is bekend dat maar 20 of 50% wordt opgenomen in je lichaam. Dus dan denk je, joh, ik heb een hoge dosering. En dan wordt er maar 20% opgenomen. En stel je voor dat je het heel snel verteert, dat je bij de snelle verteerders hoort. Dan is het in een paar uur weg. Is het in 2 uur al weg. Dus dat betekent eigenlijk dat je niet precies weet wat je doet als je een pil geeft. En die pillen zijn allemaal gekeurd door het CBG. Dat is het instituut dat bij ons alles goedkeurt, zou ik maar zeggen, wat op de markt komt. En die zeggen, ja, ze zijn precies hetzelfde. En op dit moment zijn we ook bezig met Mind, om te kijken van, of tenminste iemand van Mind bij ons in het groepje, die is bezig om te kijken van, kunnen we nou niet het CBG overhalen om te zeggen van, ja, die substitutie, dat moet gewoon kunnen, zonder dat je dan extra hoeft te betalen als je een speciaal middel wil wat bij jou het beste werkt. Ja. Ze zijn allemaal even duur, maar ze werken gewoon niet allemaal even goed. Sommigen die hebben bijwerkingen, terwijl je dezelfde dosering neemt, anderen die werken niet meer zo goed. En je kan er altijd nog krijgen, maar dan moet je arts, die moet dan opschrijven, medische noodzaak. En dan hoort de apotheker dat te geven. Ook al heeft hij een contract met een farmaceut, dat die andere 1 cent goedkoper is. Ja, precies, want dat is het punt, dat de apotheker dan voor een paar cent goedkoper dat middel kan inkopen. En dus op zich bevoegd is om jou gewoon een, wat ik dan noem, een andere merk te geven. Een B-merk is een beetje niet zo aardig, maar een ander merk. Ja. Als je nou merkt, er verandert iets. Het lijkt ineens te veel of het lijkt te weinig. Of je voelt me er niet lekker bij. Piepen bij je arts en terug naar je dokter. Ja, en dan moet je zeggen van, nee, ik heb het echt goed geprobeerd. Apothekers zeggen wel eens, je moet 14 dagen proberen. En dan moet je maar even op je tanden bijten. En dan is de bedoeling dat je zegt, nee, ik wil het gewoon niet. Ik wil mijn eigen merk. En net zoals je eigen biertje hebt. Het ene biertje smaakt beter dan het andere. Nou, dan zeg je gewoon, ik wil mijn eigen merk. En die hoort dat dan te geven als er medische noodzaak opstaat. En dat gaat met name voor Concerta en dat soort producten. Maar ook bij atomoxetine heb je dat ook al. Ik begrijp dat zorgverzekeraars ook nog dwars kunnen liggen. In deze. Ja, dus vaak is het ook heel goed om van tevoren met je zorgverzekeraar te kijken. Van, zeker als je kan wisselen, bijvoorbeeld aan het eind van het jaar. Heb ik het goede pakket voor de medicijnen die ik neem en die me goed bevallen. Ja. Ja, nou dus. En mocht dus iemand hierover met apotheker, zorgverzekeraar of arts echt in conflict komen, dan zijn er allerlei kanalen om daarover te klagen. Maar je mag ook naar Impulse Wordblind mailen, want wij kunnen ze dan op zijn minst verzamelen. En zoals Rob, die heel veel lobbyt, kunnen we dat wel meenemen dan. Dus dat zijn wel belangrijke dingen die voor de leden van Impulse Wordblind
geboden kunnen worden. Ja. Maar ik heb hier, om nog even verder te gaan, ik heb hier gezegd ontmythologisering, want heel veel mensen hebben het idee dat methylphenidaat verslavend is, of dat je er een zombie van wordt en dat soort dingen. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar dat is heel belangrijk, dat je er niet bang voor hoeft te zijn. En dat komt met name door de autonomie die je hebt bij dat middel. Nou, dan heb je dus andere dopaminevolgende producten die ook die dopamine-transporten blokkeren. En dat zijn dus een paar niet-verslavende, methylphenidaat en cafeïne. Maar je hebt ook een paar wel-verslavende, met name nicotine, die is ongelooflijk verslavend, de meest verslavende van dit rijtje. En cocaïne en amfetamine ook. Dexamfetamine bijvoorbeeld weer niet. En dat heeft te maken met hoe dat verdeeld wordt in je bloed en hoe dat opgenomen wordt in je hersenen. En wat is er nou belangrijk bij Ritalin, bij methylphenidaat? Het werkt kort, dus je moet kijken van naar de timing en dosis. En ik heb hier al een brilletje neergezet, omdat ik altijd uitleg dat het eigenlijk beschouwd moet worden als een soort hulpmiddel om beter te kunnen zien, beter te kunnen concentreren. En daarbij is belangrijk de sterkte van de glazen en hoe vaak je hem opzet. Als je dat steeds in de gaten houdt en je hebt bijvoorbeeld rebound tussen twee pilletjes, dat het eventjes niet werkt, dan weet je gewoon, nee, ik ben te laat, de timing is niet goed, ik moet de timing veranderen en niet de dosis, want de dosis is wel goed. En dus daar moet je goed naar kijken, daar kom ik zo nog even op terug. En dit plaatje is ook om aan te geven dat het een situationele problemen zijn. Dus dat betekent in een bepaalde situatie ben je bijvoorbeeld doof. Maar als je naar buiten gaat en je gaat naar een feestje bij de rokers staan buiten, dan ben je opeens helemaal niet meer doof. Dus je bent dan lawaaidoof. Dus dat betekent dat je in een bepaalde situatie je medicijnen zelf mag nemen. Of in dit geval je gehoorapparaat aan moet doen. Of je bril op moet zetten. Maar je moet het dus zelf regelen wanneer je het gaat nemen. Dat geldt ook voor de weekenden. Als je in het weekend geen last hebt, nou, dan moet je het niet nemen. Als je woensdagmiddag geen pilletje wil, of je bent een dagje thuis, moet je het niet doen. Of als je in het weekend naar de Efteling gaat, of naar een winkelcentrum, dan moet je het vooral wel doen, of naar een feestje. Nou, waarom beginnen we dan vaak met methylphenidaat? Ten eerste omdat het ongelooflijk effectief is. En bovendien zijn er heel veel keuzemogelijkheden van langwerkende in verschillende soorten. Dus je hebt ten eerste al die soorten. Meestal doen we 10 milligram bij volwassenen als standaard en 5 bij kinderen, die je dan nog door midden kan breken. Dan heb je allemaal fabrieken die dat maken. Je hebt je Concerta, de oude Concerta uit 2004. Dus die is ook nog al 15 jaar op de markt ruim. In allerlei verschillende doseringen. 45 milligram bestaat dan weliswaar niet. Maar die kan je maken uit 27 plus 18. En zo kom je tot allerlei verschillende soorten en maten. Medikinet heb je nog, kom ik zo nog even op terug. Ecosim, dat zijn allemaal middelen die 2 keer zo lang werken. En deze werkt 3 keer zo lang als Ritalin. Maar het is allemaal hetzelfde, allemaal methylphenidaat. Dus je hoort wel eens van mensen dat ze zeggen, ik heb al van alles geprobeerd. Ik had al methylphenidaat en ik had al Concerta. En ik heb ook nog Medikinet geprobeerd. En het werkte allemaal niet. Ja, dat is gewoon allemaal hetzelfde. Dus dat is dan logisch. En dan heb je nog een speciaal product. Dat is van een regenboogapotheek. En dat is een apotheker die heeft zich ingezet in eerste instantie voor verslaafden om methadon te maken in kleine flesjes, in verschillende doseringen. En later heeft hij gezegd van ja, ik ga ook voor mensen met ADHD alle doseringen maken die nuttig kunnen zijn, maar dan in een retardvorm. En hij heeft het dus gedaan in een soort puimsteentje. En dat zit dus vol met pure methylphenidaat. En dat zijn pilletjes van 2,5 milligram tot 50 milligram met stapjes van 2,5 milligram erboven. Dus als je bijvoorbeeld 17,5 milligram wil hebben, dat is eigenlijk 2 keer 8 en 3 kwart, bijvoorbeeld, als het zo subtiel is, dan kan je 1 pilletje van 17,5 nemen. En als je dan bijvoorbeeld 30 milligram neemt, dan heb je 2 keer 15 achter elkaar. En zo heeft hij dus van alles tot 50 milligram gemaakt. Met 2,5 of later met 5 milligram stapjes. En dat is heel fijn voor ons. Hij heeft ook nog een deel van de methylphenidaat eruit gehaald. Dat is namelijk de linksdraaiende methylphenidaat. En die werkt niet. De rechtsdraaiende methylphenidaat die werkt en de linksdraaiende niet. En Ritalin, of de gewone methylphenidaat, is een 50-50 mengsel van beide stoffen. Dus deze die is 2 keer zo sterk. En die heeft voor sommige mensen ook minder bijwerkingen. Dus die werkt ongeveer als dexamfetamine deze. Nou, hoe werkt
Concerta nou? Dat is een beetje een ingenieus pilletje. Dat is geen capsule, maar het is een pil. Er zit een klein gaatje in. En aan de buitenkant zit bij deze pil van 36 milligram 8 milligram Ritalin op. En aan de binnenkant zitten twee vakjes van 14. En zit hier een soort pompje. En dat pompje zuigt water aan in je darm. Dan zet het uit. En dan komt hier dus druk op. En dan komt daar de Ritalin uit. In dosering van ongeveer 14 milligram. Dus dat betekent dat dit pilletje van 36. Dat geeft niet af als 3 keer 12. En ook niet als 3 keer 10. Want eigenlijk als je 3 keer 10 hebt. Dan krijg je 36 van de dokter. Maar die geeft ook niet af als 3 keer 12. Maar die geeft af als 8 en 2 keer 14. Ritalin. Als je dit pilletje neemt, heb je 's morgens niet zoveel als wat je had, want je had 10. En nu krijg je 8. En 's middags heb je juist wat meer, want je had 10. En nu krijg je ongeveer 14. Dus dat betekent dat sommige mensen ook voelen, en sommige kinderen voelen het ook heel goed, dat als ze deze pil krijgen, dat die niet zo snel werkt. En dat die pas na 2-3 uur goed begint te werken. En wat doe je dan? Dan kan je hier bijvoorbeeld 5 milligram kortwerkende Ritalin bij doen. Dan heb je dus 8 plus 5 is 13. En dan heb je dus op een ietsje hoger niveau, dan heb je toch wat je moet hebben. De andere pilletjes, bijvoorbeeld Ecosim en Medikinet, die werken met kleine balletjes. Dus je hebt kortwerkende en langwerkende balletjes. En deze werkt dus, Ecosim werkt als 3 plus 7 in plaats van als 5 plus 5. Bij Medikinet werkt dit als 10 milligram, is 2 keer 5. En zo kan je dus voor jezelf een bepaald profiel maken over de dag, waarbij jij je het lekkerste voelt. Want toen de mensen deze pillen maakten, toen dachten ze van ja, in de loop van de dag word je vaak wat moe en heb je wat meer nodig, dus gaan we maar zo'n bocht in maken. Maar sommige mensen vinden het helemaal niet fijn. Die willen hoog beginnen, om snel te starten en dan later afdalen, zodat ze minder last hebben in de middag. Dus dat zijn allemaal dingen die moet je dan met je dokter bespreken. Maar dan moet je een beetje weten hoe dat werkt. Want anders dan, ja, zo'n dokter, een huisdokter bijvoorbeeld, die weet soms wel heel veel van ADHD, maar soms toch lang niet alles. En hier zie je het nog een keer. Als je hier 2 keer Ritalin neemt, krijg je 2 piekjes. Als je 1 keer Concerta neemt, dan krijg je hier in het begin weinig en later veel. Bij Ecosim ook, eerst minder en later wat meer. En bij Medikinet zit hier een piekje, maar volgens mij is het gewoon bijna horizontaal. En dit is ook een groep die is gedaan in Duitsland met heel weinig mensen. Dus ze hebben ook wat uitbijters ingenomen en zo. Dus dit klopt niet helemaal, maar het principe is hier weinig en hier weinig en later meer. En hier ongeveer evenveel en hier ook ongeveer evenveel. Maar het moet wel goed aansluiten. Ik ga nog even vertellen straks hoe je dat moet doen. Maar eerst even voor de tweede keuze, dexamfetamine. Eigenlijk werkt die net zo goed als Ritalin bij 80% of 90% van de mensen die goed reageert op Ritalin. Maar er is ook nog een groepje wat niet zo goed reageert op Ritalin, maar wel op dexamfetamine. En dat werkt als het ware wat, ja, wat sterker en ook ietsje anders. En het voordeel van dexamfetamine is dat het niet zo plotseling ophoudt meestal. Dus dat je eigenlijk weinig rebound hebt aan het eind van de pil. Het loopt wat geleidelijker af. Terwijl Ritalin nog wel eens heel scherp kan zijn in het begin en ook hard naar beneden kan dalen. Nou, ook hier heb je pilletjes van. Oh, hier heb je pilletjes van. Vanaf 1 tot 10 milligram. 2,5 milligram was vroeger altijd de standaard. Die werd vroeger altijd gewoon vergoed. Tegenwoordig ligt dat een beetje ingewikkeld. Daar wil ik straks nog wel iets over zeggen. Je kan ze nog steeds krijgen via magistrale bereiding door bepaalde apothekers. Maar tegenwoordig wordt het niet meer vergoed, omdat ze zeggen, nee, we hebben nu een geregistreerd middel. Dat is Amvexa. En toen dacht iedereen natuurlijk, Amvexa, ja, dat is leuk. Er zitten 4 streepjes in, dus die kan je mooi breken. Maar dat mocht niet. En dat vond de apothekersorganisatie niet goed. Want stel je voor dat je bijvoorbeeld een pilletje in 4 breekt en je hebt 0,25 milligram te weinig. Hoe moet dat dan? Nou, 0,25 milligram te weinig, dat zegt helemaal niks. Dat is absoluut onbelangrijk. Dus hebben ze nog wat geld ingestoken. Toen hebben ze Tintin gemaakt. Dat is precies hetzelfde als Amvexa. Alleen nu mag je het wel breken. Maar het is verder precies hetzelfde. Maar zoals je natuurlijk al begrijpt.
die farmacokinetiek. Ja, als het niet goed wordt opgenomen, ja, wat maakt dan 1 milligram uit? Ja, als je toevallig een hele zure maaginhoud hebt bijvoorbeeld, dan wordt het minder goed opgenomen. Als je de thee bij drinkt bijvoorbeeld, wordt het soms ook wat minder goed opgenomen. Ja, dus al die dingen die spelen ook een rol. Dus het is niet alleen maar hoe werkt het pilletje in het laboratorium, maar hoe werkt het bij jou? En sinds vorig jaar hebben we dus ook de beschikking over deze, Elvanse. Dat is voor heel veel mensen een heel prettig middel. Want het werkt namelijk heel lang en heel zacht, heel rustig. En Elvanse is dus hetzelfde als dexamfetamine, is hetzelfde als Tentin. Maar ze hebben hier lys aangeplakt. En lys is lysine. Dat is een bepaald eiwit, een bepaald molecuul. Die hebben ze er aangeplakt. En als je dat aanplakt, dan doet hij het niet. Dus als je dat inslikt, dan gebeurt er niks. Maar vervolgens wordt opgenomen. En dan wordt door je rode bloedcellen geactiveerd, want dan wordt het lys er afgehaald. En dan zie je dus dat het geleidelijk aan gaat werken. En meestal werkt het pas na een uur of na anderhalf uur. En volgens de bijsluiter werkt het dan 13 uur. Maar ik ken genoeg mensen die 2 keer per dag nemen, achter elkaar. Of 3 keer per dag. Want die hebben een bepaald enzymsysteem wat het eerder opmaakt. En dus al die dingen zijn zo individueel. Dat de bijsluiter natuurlijk gewoon zegt van ja, je mag niet meer dan zoveel. En je mag niet meer dan zo vaak. Maar dat is niet zo. Het is gewoon een kwestie van, hoe voel jij je? Is het bij jou precies goed? Heb je een goede dosis? Heb je een goede lengte? Heb je geen bijwerking van belang? En dat soort dingen. Daar moet je op letten. Dat, door alle getallen van de milligrammen die je erbij zet, wordt inderdaad, schep je volgens mij heel goed het beeld dat je je niet bij moet neerleggen als je dan 2 weken 3 pilletjes hebt geslikt per dag en het werkt niet. Nou, dan werkt het dus niet. Nee, dat is heel erg op maat snijden, echt per persoon. En allerlei combinaties die mogelijk zijn, ook in de timing, zoals je vertelde. En wat dat betreft kwam er nog een vraag binnen, omdat je de regenboog apart noemt, omdat die natuurlijk een speciale bereiding doet. Ja. Wordt die ook vergoed, werd gevraagd? Sowieso worden al deze middelen vergoed, is natuurlijk altijd een vraag. Nee. Kijk, er zitten allemaal aparte regelingen bij. Kijk, bij de dure middelen, ja, zoals Tentin, Elvanse, die worden in principe meestal niet vergoed. Maar de fabrikant heeft gezegd, oké, dan gaan wij een teruggaveregeling maken, zodat het toch een groot deel wordt vergoed. Dat komt later nog wel en dan krijg je nog een link van. En dan kan je dus een deel terugvragen. Tot mijn schrik hoorde ik van iemand, ik weet niet meer precies wie het was, maar die zei, heel veel mensen, oh ja, ik weet al wie het was, iemand van de firma, die zei, heel veel mensen maken niet gebruik van die regeling, van die teruggaveregeling, die weten dat niet. Dat is natuurlijk heel erg. Dat hoort bij de psycho-educatie. Dat je niet iemand op kosten jaagt, maar ook gewoon wijst op dat en dat kan je terugkrijgen. En zo is het ook bij de regenboogapotheek. Die heeft met 1 verzekeraar heeft die goede banden al jarenlang. En dit jaar is het ook nog gelukt om dat erdoor te drukken. Ze waren eigenlijk van plan om te stoppen, maar ze hebben het toch gedaan. Die doen nog met DSW. Oh ja. En dus als je bij DSW verzekerd bent, en in de buurt van Rotterdam is dat natuurlijk een bekende verzekeraar toevallig, dan krijg je alles van de regenboogapotheek, kort en langwerkend, dan krijg je allemaal vergoed. Dexamfetamine, dexmethylfenidaat, methylfenidaat langwerkend, krijg je allemaal vergoed. En dat is de enige die dat doet. Dus dat is, we vinden dat eigenlijk heel slecht van de anderen. Of omgekeerd heel goed van DSW dat ze dat doen. Dus ja, we hopen ook dat, dat het mogelijk blijft dat ze dat blijven doen en dat de regenboog dat ook blijft doen. Ja, het is wel goed om duidelijk te maken dat Impuls en Wordblind hier continu aandacht voor heeft. Daarom zoeken we ook leden die kunnen meestrijden. Want we hebben natuurlijk in 2014 en 2015 een behoorlijke strijd tegen de bedrijf van Anvexa, hoe heet het ook weer, gevoerd. 2016, ja. En 2016, tot met de Tweede Kamer toe en procedures, et cetera. Ja. En een van de redenen waarom ze nu ineens met een ander merk komen onder een smoesje is omdat Anvexa heeft natuurlijk nu inmiddels een slechte naam. Maar besef wel dat dat onze kracht is. Als er echt iets niet goed gaat en wij doen ons mond met z'n allen open, dan kunnen we wel dingen veranderen. Ja. Maar het is nog niet optimaal. Nee. En het geldt ook nog even omdat je dat dus zegt. Er zijn best veel mensen die hebben problemen gehad met Anvexa. Die kwamen van 2,5 milligram generiek. En die kregen toen Anvexa. En die hadden toen ongelooflijk veel bijwerkingen. Als je bijwerking hebt van een medicijn, dan moet je dat ook melden. Ja. En je kan het melden bij ons, bij Impuls en Wordblind.
Je kan het ook melden bij LAREP. En LAREP verzamelt die dingen. Dus in het begin, toen waren er veel mensen die hadden problemen met Anvexa, maar die melden het niet bij LAREP. Ja. En als je naar LAREP belt, dan zeggen ze, nee hoor, het valt best mee met die bijwerking. We horen het niet zoveel. En wij horen het bij Impuls Wordblind heel veel. Dus dat is voor iedereen belangrijk. Hè? Als je bijzondere bijwerkingen hebt, meld het dan. Ja, dat is alleen maar goed voor de anderen. Zeker. Nou, nog even voor de duidelijkheid. Methylphenidaat en dexamfetamine, die gaan onafhankelijk van leeftijd en gewicht. Dus of je nou groot of klein bent, zwaar of niet, oud of jong, maakt helemaal niks uit. Het gaat helemaal individueel. Ja, dus ik ken mensen die hebben echt 2 keer 2,5 milligram Ritalin en die zijn er dolblij mee. En je hebt ook mensen die hebben 40 milligram dexamfetamine en die voelen nog niks. Of die voelen wel iets, maar die doen het er goed op. Ja, dus het maakt gewoon helemaal niets uit. Dus of je nou 80 kilo bent of 40 kilo, hoef je niet naar te kijken. Je moet gewoon kijken van helpt het of helpt het niet. Heb ik een bijwerking of niet? Ben ik happy ermee of niet? En je mag alles combineren, dat ben ik vergeten te zeggen. Je mag dexamfetamine combineren met Ritalin. Ja, of methylphenidaat met dexamfetamine. Of langwerkend met kortwerkend, van al die producten. Dat bijt elkaar absoluut niet. Maar omdat het ietsje anders werkt. Ja, dexamfetamine werkt bijvoorbeeld wat langer dan Ritalin. Dus dan kan je bijvoorbeeld, als je nog 3 uurtjes over hebt. En je denkt dexamfetamine is te veel. Dan neem je Ritalin bijvoorbeeld. En dat geldt zeker voor Elvanse, dus de langwerkende dexamfetamine hier nog even. Die begint heel langzaam. Dus veel mensen die adviseer ik nu om bijvoorbeeld te zeggen, je neemt Elvanse 30 milligram en dan neem je 's morgens tegelijkertijd 10 milligram Ritalin erbij. Want dan start het snel op en dan wordt het mooi overgenomen na 1 uur of 2 door de Elvanse. Dat werkt vaak heel goed. Nou, dit is dus belangrijk. De hoogte en hoe lang werkt het. Individueel aanpassen. En je kijkt dus gewoon, wat is de therapeutische breedte? Hier moet je tussen zitten. Als je eronder zit, dan werkt het niet. Als je erboven zit, kort gezegd, dan krijg je bijwerkingen. En dat mag niet. Suboptimale therapie. Dan heb je ook niet zoveel aan. Dan slik je medicijnen die het niet goed doen. Dat is niet goed. Ja, de hoge dosis is ook niet goed. Wat ik in de praktijk hoor, dat dus zowel bij te hoog gedoseerd of te laag gedoseerd. En uiteindelijk, heel begrijpelijk, trekken mensen, soms ook de behandelaars, dan de conclusie, oh, het werkt niet. Ja. Grote stappen gauw thuis. En dat is soms dus helemaal niet het geval. Nee. En dat betekent dat je echt moet doorvragen als degene die medicijnen gebruikt. En je er goed in verdiepen. Ja, en deze lijnen die ik heb getekend, die zijn ook nog afhankelijk van de situatie. En dus als de situatie heel rustig is, dan is die lijn wat lager. Dan heb je dus vaak minder nodig. En dus er zijn allerlei invloeden op die lijnen. Misschien gedeeltelijk ook door je microbiome, dus door je darmflora. Allerlei dingen die spelen daar een rol. Nou, hoe ga je nou te werk als je dat moet opbouwen als je begint? Ik heb hier gezegd, je kan het doen open. Dus dat betekent, je zegt, nou, je moet 5 milligram nemen, ik noem maar wat. Het kind weet het ook, het volwassene weet het ook. En de juffrouw van school weet het ook. Dat is open. Iedereen weet het. Iedereen kijkt mee. Je kan het enkel blind doen. Dat betekent, jij weet het wel, maar de juffrouw van school niet. En dubbelblind. En dubbelblind heb ik persoonlijk een beetje een hekel aan. Omdat je dan bijvoorbeeld, nou, ik heb een voorbeeld van de verslavingszorg. Bijvoorbeeld hadden ze een grote studie opgezet. En dan kon je tussen 3 verschillende doseringen kiezen. Namelijk 5 milligram 3 keer per dag. 10 milligram 3 keer per dag. En 15 milligram 3 keer per dag. En een placebo. En dan ging je dus elke week wisselen. En aan het eind van die maand, dan werd het geopend. En dan kreeg je dus, ja, wie er effect had en wie er niet effect had. Dan waren mensen met effect. En dan waren er ook die geen effect hadden. Maar ik weet uit ervaring ook dat bijvoorbeeld mensen met verslavingsproblematiek soms 20 of 25 milligram per keer moeten hebben. En die zitten er niet tussen. Of iemand die 7,5 milligram heeft, wat het beste voelt, en 10 te veel en 5 te weinig, die zit er ook niet tussen. Dus ik ben meer zo van, probeer het nou op te bouwen. Bijvoorbeeld. Dat is goed dat je dat noemt, want een van de vragen was, verslaafden, ex-verslaafden, die hebben vaak meer nodig, klopt dat? Nou, sterker nog, gisteren was een symposium over verslaving, en toen vertelde die man ook dat
eigenlijk met de gewone dosering dat het niet heel goed werkt tegen verslaving. Maar dat de laatste studies, en ik weet het al jaren uit ervaring, met meer medicatie, met hogere dosering, veel beter werken. Dus dan neemt het als het ware het verslavende product over. En die mensen zijn niet voor niets verslaafd geraakt, want die hebben namelijk een hele grote hoeveelheid nodig eigenlijk. Dat is de reden dat ze zo aan het craven zijn naar producten die ze rustig kunnen maken. Ja. Dus dat vind ik ook wel logisch klinken. Nou, hoe ga je dat nou opbouwen? Je gaat bijvoorbeeld bij volwassenen, als je denkt van nou, die is heel gevoelig, begin je met 5 of misschien met 2,5 milligram per keer. Ga je even kijken van bij het ontbijt neem je bijvoorbeeld 5 milligram, doet het niks. Dan kan je bijvoorbeeld bij de lunch al 7,5 milligram nemen, hoef je geen maand over te doen. En de volgende dag neem je 10 milligram, dan kijk je of dat werkt en of je geen bijwerking hebt. En zo weet je eigenlijk in een paar dagen, bij kinderen en bij volwassenen ook, wat goed is. En dan weet je meteen ook hoe lang het werkt. Ik zal zo even laten zien. Je kan ook doen wat sommige mensen doen. Die gaan meteen met een langwerkende, want die vertrouwen de mensen niet. En die denken van nee, maar 3 keer per dag nemen is een beetje moeilijk en laten we dat dan niet doen. We beginnen meteen met 18 milligram. Ja, dat is 3 keer 5 milligram. Maar ik ken genoeg mensen die Concerta bijvoorbeeld van 18 milligram helemaal niet prettig vinden. Die vinden het veel fijner om kortwerkende te hebben. Je kan ook beginnen met de allerlaagste dosering. Dit is 2 keer 2,5 milligram Medikinet. Dat is de laagste dosering. Het is voor kinderen vaak heel fijn, voor school. Maar het is handig om te beginnen met kortwerkend. Dan kan je een beetje het profiel over de dag zien. Of iemand 's morgens meer wil of 's middags. En zo ga je dan een schema maken over de dag. Nou, je weet dat mensen met ADHD die Ritalin nemen, dat die aan het eind van de dag, ja, meestal is uitgewerkt, die Ritalin. In de nacht werkt die natuurlijk ook niet. Dus het begin van de dag is soms heel heftig voor heel heftige ADD'ers. Dus die moeten heel vroeg hun medicatie hebben. Bijvoorbeeld, en we noemen het altijd ontbijt op bed. Ja, dat je die kinderen of de volwassenen zegt, als je nou je ontbijt neemt op bed, een kwartier voordat je opstaat, neem je je pilletje, eventueel een slokje water erbij of een boterhammetje. Je gaat een kwartiertje liggen en je staat dan op. Dan zie je vaak dat de kinderen het veel beter doen. Kleine investering voor de ouders, maar vaak heb je een uur plezier ervan voordat ze naar school gaan. En dan kan je daarna nog een langwerkende geven. Nou, het is een beetje afhankelijk van voedsel, maar je weet nooit hoe. Dus je kan het ook op nuchtere maag nemen. Dan werkt het iets anders dan na een maaltijd, maar dan moet je voor jezelf, ja, of voor jouw eigen profiel moet je dat gewoon uitvinden. En dit heb ik al gezegd, die fine-tuning, 36 milligram, met een beetje erbij. Het geeft een wat stabielere spiegel. Combineren mag. Niet alleen combineren van dexamfetamine en methylphenidaat, kort en lang, maar ook bijvoorbeeld met SSRI's. Dus met antidepressiva of anti-angstmiddelen mag het ook. En dit nog even voor de duidelijkheid. De bedoeling is dat je een goede overlap hebt en dat je niet, zoals je af en toe hoort bij mensen die dan zeggen van ja, ik heb al jarenlang Ritalin en ik heb 4 keer per dag rebound. Dat is gewoon niet goed, want rebound mag niet. Rebound is slechte instelling. Dat moet zo. Je hoort het goed overlappen met elkaar. En dit is ook de goedkoopste en de meest flexibele oplossing. Dat je zelf kan bedenken van, ik neem kortwerkend. Oh nee, ik doe het toch niet. Is niet nodig. Dus dit is fout. Begrijp ik het dan goed dat jij bij voorkeur, als je voorschrijft, begint met de Ritalin-versie, dus de losse methylphenidaat, kortwerkende. Ja. En als je dan een profiel hebt, dan kan er omgezet worden naar langwerkende, die past bij dat profiel. Zo is het. Oh, ja. En dan moet je ook nog kijken naar de verzekering. Dus ik zeg altijd wel erbij, maar let nou op, sommige die krijg je niet terug. Als je bij DSW bent, dan kan je eventueel die van het regenboog nemen. Je moet kijken naar je teruggaafregelingen. Dat is de mensen die ik zie, die krijgen allemaal een folder mee over de medicatie. Dan kunnen ze nog een keer nalezen. En er staan al die links in. En ook hoe dat werkt en hoe dat profiel tot stand komt. Dus ik vind eigenlijk ook psycho-educatie over medicatie vind ik echt heel belangrijk. Omdat je dan kan meedenken over wat goed is voor mij. Iemand vraagt, waarom is de rebound slecht? Kan je dat nog even uitleggen? Misschien begrijpt die persoon niet wat een rebound is. Nou, de rebound is dat je plotseling geen medicatie meer hebt en dat plotseling als het ware de veer weer losschiet en dat je dan heel prikkelbaar kan worden. En met name dus aan het eind van de dag prikkelbaar. Ja, omdat je, als je dit goed hebt gedaan bijvoorbeeld,
dan blijft hier altijd de mogelijkheid dat je rebound hebt. Ja, ja. Dat is meestal bijvoorbeeld bij kinderen die uit school komen, die dan rebound hebben, die worden heel prikkelbaar. Of ze worden moe, ja, dat kan ook, of ze krijgen hoofdpijn. Dus omgekeerd redenerend, als je bijvoorbeeld hoofdpijn hebt, die zegt, nee, van Ritalin heb ik hoofdpijn. Ja, ik wil het niet meer. En als je het dan vraagt, wanneer is die hoofdpijn? Dan zeggen ze, ja, aan het eind van de middag heb ik hoofdpijn. Maar de hele dag gaat het goed. Ja, ja. Dan weet ik wel dat het rebound is. Dan ja. moet je niet stoppen met Ritalin. Dan moet je de dosering zo doen, dat je geen rebound meer hebt. En dat doe je dus bijvoorbeeld door hier nog een kleintje vast te plakken. Een halfje zo. En je moet zorgen, bijvoorbeeld bij kinderen en ook bij volwassenen, dat op dit moment dat je rebound hebt, dat je dan de omgeving zo rustig mogelijk maakt. Dus dat je geen druk op zo'n kind zet. Dat hij even een siesta houdt een half uur. Ja, ja, ja. Dat hij even wat gegeten heeft bijvoorbeeld. En wat nog het belangrijkste is bij gezinnen, omdat gezinnen vaak natuurlijk ook dezelfde erfelijkheid hebben, dan zie je vaak dat hier, als bijvoorbeeld de moeder ook ADHD heeft, dat die moeder dan de mond moet houden. Die moet niet vragen hoe was het op school. Want dat kan het kind net niet hebben. Ja, ja. Dus wat we dan doen met zo'n moeder met ADHD, die geven dan hier een pilletje, zodat ze hier de mond kan houden. Oh ja. Misschien geldt voor echtgenoten dus hetzelfde als hij of zij uit het werk komt. Zo is het ook, ja. Laat hem of haar even met rust. Maar dat is moeilijk. Dat vinden mensen heel moeilijk. Ja. Ja, maar dat is vaak voor die kinderen heel lastig. Want die moeten gewoon even computeren, even op de bank liggen. Gewoon niks zeggen. Iets heel lekkers geven, wat ze altijd een cent lekker vinden. En dan gaat het een half uurtje door over. Ja, en de rebound is bij methylphenidaat. Is die ook bij dexamfetamine een rebound? Of wordt dat minder gemeld? Veel minder. Bijna minder. Niet. Minder. Veel minder. Oké. Ik moet even, we kijken even naar het programma. We zitten nu op 9:15. Ik wil even één ding rechtzetten. Ik zei al dat ik dat overdrachtelijk bedoelde, de B-merken. Dat wil ik even uitleggen, want dat is niet zo goed als er iets in de omloop raakt wat niet helemaal klopt. Zo'n medicijn, zoals merknaam Concerta, dus de vertraagde afgifte, dat heeft de eerste zoveel jaar, heeft dat het recht, het patent, om als enige dat middel op de markt te brengen. Ja. En daar zijn mensen, sommigen dan bij gebaat, en die zijn helemaal blij met de Concerta. Vervolgens raakt Concerta uit het patent en mogen andere fabrikanten het ook gaan maken. Vandaar dat ik tussen aanhalingstekens zeg het B-merk, dus die daarna komt en het gaat namaken. En daar kunnen natuurlijk toch weer kleine verschillen in zitten. En, maar het kan ook van het een, en dat wordt, officieel wordt dat dus substitutie genoemd, maar dat is niet een heel duidelijk woord. Wat substitueer je dan? En dan het kan ook tussen de verschillende substituten zijn. Dus als je het ene merk hebt en je krijgt daarna het andere, kan dat net zo goed zijn, toch, Rob? Ja, en sommige mensen vinden B-merken veel prettiger dan A-merken. Ik bedoel, het gaat er gewoon om hoe jouw lichaam op dat merk reageert. Precies, ja. Dus je moet gewoon altijd alert blijven op bijwerkingen, op effect en op timing en dosis. Ja, maar we moeten wel correct blijven met B, gaf ik een beetje een toon van minderwaardig, maar dat klopt niet. Het is gewoon een ander merk en zo kan je het het beste onthouden. En dat kan bij de een beter en bij de ander juist weer minder goed werken. Ja. En dat zullen we gewoon dit rustig tot een bepaalde afronding brengen. En er is vast nog een heleboel over. Daar gaan we lekker op 10 februari mee door. Maar dan gaan we nu zo naar een beetje een natuurlijk afrondingspunt. Ondertussen. Ja, maar dat wil ik eventjes doen. Dat wil ik heel even doen na de volgende dia. Ja, dat lijkt me heel goed. Ja. Kijk, deze dia wil ik nog even laten zien om te laten zien als je nou een concentratietest doet met medicatie en zonder medicatie. Dit is zonder medicatie en dit is allemaal energie die je verbruikt in je hersenen. Bij diezelfde test met Ritalin zie je dus dat het gewoon veel minder energie kost. Dus dat je energie spaart, omdat het veel efficiënter loopt allemaal. Ja. Nee, ik wou nog even zeggen van wat kan het verbeteren en wat zijn de bijwerkingen waar je op moet letten. En dan kunnen we stoppen. Ja. Dus wat kan het verbeteren? Nou, bijvoorbeeld motivatie is een heel belangrijk iets. En met name de laatste tijd is ontdekt dat Ritalin heel erg sterk werkt op de motivatie. Ook op de concentratie, maar ook juist op de motivatie. Starten en stoppen. Dus dat is heel belangrijk. Impulscontrole, dit zijn de hoofdkenmerken, zou ik maar zeggen. Leerbaarheid noemen sommige leerkrachten het dan op voor scholen. Maar ook de motoriek. Dat is al jaren bekend dat sommige kinderen veel beter kunnen schrijven met Ritalin. Dat zou nog even laten zien. Sommige kinderen halen meteen hun diploma als ze medicatie hebben. Negatief zelfbeeld is natuurlijk een van de beschadigingen die je oploopt door de medicatie. Door geen medicatie te nemen terwijl je het wel nodig hebt. Ja. Negativiteit
die je opdoet, omdat je niet dingen kan die je vriendjes wel kunnen, of dat je niet gepruimd wordt omdat je te druk bent. De bedoeling is natuurlijk dat je karakter niet verandert, je gevoel voor humor moet gewoon blijven, je moet gewoon hetzelfde blijven. Hier zie je nog even een voorbeeld van zo'n jongetje dat Ritalin gebruikt, niet heeft geoefend, maar opeens veel betere structuur heeft in zijn hersenen. Dat zie je zo. Hier zie je bijvoorbeeld een mevrouw die had een verslavingsprobleem en die kon eigenlijk haar huis niet meer in. Die had wel Ritalin, maar veel te weinig. En toen heeft ze een goede dosering genomen en toen kon je wel het huis in. Dan staat de rotzooi wel hier achter, maar dat maakt niet uit. Je kon wel koffie drinken. En hier is het laatste stukje over de bijwerking. Dit is Paracelsus uit de 1500 zo'n beetje. Die wist al, het ligt niet aan het middel, maar het ligt aan dosering. Het gif komt van de dosering. En als je nou kijkt wat de bijwerkingen zijn, dat zijn natuurlijk ongelooflijk veel. Ja, zou je depressief van worden? De meeste mag je niet hebben. Hier staat bijvoorbeeld ook doodgaan. Dat is ook een bijwerking. Het staat hier, cardiale dood. Al die dingen, die mag je niet hebben. En wat zijn nou de bijwerkingen van stimulantia? Nou, dat is dus rebound, de bijwerking. Dat is dus eigenlijk meer slechte instelling. Je kan hartkloppingen krijgen, snellere hartslag. Ik weet niet, wat staat hierin? Eet- en slaapproblemen. Oh, eet- en slaapproblemen, dat komt het meeste voor. En dat is vaak passagier en ook meestal niet zo heel erg dramatisch. Een enkele keer buikpijn, hoofdpijn, ietsje bijere pupillen. Wat staat hier? Hypertensie. Hypertensie, hoge bloeddruk, is ook allemaal niet zo dramatisch. Dat is 2 mm meestal. En dit kan je ook krijgen, vlakheid, somberheid, zombiegedrag. Maar dat mag gewoon absoluut niet. Dus ik zeg het ook vaak niet, bij wijze van spreken, omdat het niet mag. En je kan ook zeggen van, wat is de bijwerking van insuline bij iemand met diabetes? Ja, dat is als je te veel spuit, ga je dood. Dat is ook niet goed. Nee. Hierbij ook, dit mag gewoon niet gebeuren. En de mensen die dus zeggen van, Ritalin word je een zombie. Ja, dat is in onze ogen ongelooflijk dom. En die hebben het gewoon niet begrepen. Nog even een kleine aanvulling, want anders wordt het te veel wat ik moet aanvullen. Je zei iets over zelfbeeld. Uiteraard is het niet zo van, doe er pillen in en je zelfbeeld is helemaal top. Nee. Dat heeft ook een relatie met die somberheid. Wat we vaak zien in de praktijk, is dat als de medicatie aanslaat, dat die dus ook echt gaat werken, dan neemt je besef toe. En dan sommigen worden daar dus wel somber van, want je beseft van, oh jee, in wat voor shit heb ik al die tijd gezeten? Wat heb ik allemaal over me heen gekregen? En dan is het dus belangrijk dat psychologische hulpverlening of coaching of in ieder geval begeleiding klaarstaat om dat op te vangen. En dan kun je daaraan gaan werken. De ervaring is wel dat met medicatie gaat bijvoorbeeld het werken aan verbetering van je zelfbeeld, gaat wel soepeler, omdat gewoon ook de therapie prettiger wordt afgehandeld. Handiger, effectiever. Misschien nog voor de duidelijkheid. De bedoeling is natuurlijk dat je dit soort schade ziet te voorkomen op een hele jonge leeftijd. Ja. Ja, dus dat bijvoorbeeld negativiteit is heel erg slecht. Ja. Dus sommige opvoedingen die zijn niet duidelijk genoeg en die zijn negatief. En je moet dus eigenlijk proberen om zo positief mogelijk te zijn en dan te kijken van, kan ik iets voorkomen van schade op de lagere school, thuis? Want we kunnen weten bij impuls en woordblind, dat zijn vaak mensen die later pas een diagnose krijgen, die hebben ook vaak een negatief zelfbeeld of die zijn een beetje faalangstig. En het zijn allemaal beschadigingen eigenlijk van iets waar ze niet mee geboren zijn. Het hebben ze allemaal opgelopen. Dat herken ik zeker van een aantal cliënten waar, jij hebt ook eerder vanavond genoemd, oppositionele gedragsstoornis. Meestal is dat gewoon gevolgschade van iemand die systematisch op zijn ADHD afgebroken is gewoon door de omgeving. En als je dan wat extravert bent, je gaat het gewoon uiten. Ja, dan word je uiteindelijk mooi natuurlijk een heel vervelend jongetje of meisje. Ja. En dat wordt dan oppositioneel genoemd, maar in feite heb je gewoon schade opgelopen. Ja, nou, ik zie dat er nog 416 mensen zijn. Dus dat is zelf niet zo gek. Niet veel mensen zijn al weggelopen. Nee, dat is heel goed. Ik kan nog even iets laten zien over het Renault-fenomeen. Ja. Omdat er ook een vraag over was. Ja, dat kan dus wel gebeuren dat je door die medicatie, dat je niet alleen de receptoren in je hersenen, maar ook in je bloedvaten wat prikkelt. En dat je bloedvaten dus wat samentrekken. En dat kan ook wel eens leiden tot bijvoorbeeld zo'n kramp op je hart. Of dat geldt ook voor iets hogere bloeddruk of hartkloppingen.
Dan had ik ook een jongen een keer, die had het ook, die had echt van die koude handen. Dat is een Renault-fenomeen. En toen hebben we met een warmtecamera gekeken hoe het dan ging als hij Ritalin nam. En dan zag je zo, zag je die temperatuur dalen in zijn hand. Zo. Die hand was eerst lekker warm en toen later was hij koud. En die jongen had er echt last van. Lang niet iedereen heeft er last van, de meeste mensen niet. Maar je ziet het eigenlijk een bijna direct effect van de temperatuur in zijn hand. Wat zullen we doen? Stoppen hier of nog even doorgaan? Kunnen het aan de mensen vragen. Nou, ik denk dat het wel een beetje op is hoor. Ik zie inderdaad nog meer dan 400 mensen in de zaal. Maar we hebben alle tijd voor de volgende keer. Als ik even evalueer, we hebben 163 vragen vanavond alleen al binnengekregen. Dus Rob en ik gaan aan de bak om die wat te selecteren. We gaan netjes, in ieder geval iedereen die zich heeft geregistreerd, dus dat zijn de mensen die vandaag hier zijn, plus nog een 400 of zo, die krijgen allemaal een uitnodiging om zich aan te melden voor 10 februari. Want dan gaan we hierop door. We gaan verder bij waar Rob nu gebleven is en we gaan de vragen beantwoorden. We hebben er echt zoveel dat... We hebben er echt wel genoeg. We hebben zelf zitten denken, het zou kunnen dat er misschien een derde keer nodig is. We gaan het zien. Een deel is al behandeld, denk ik hoor. Ja, een heleboel is al behandeld. Dat zag ik ook. Daarvoor ben ik niet op alle vragen meteen naar voren gehaald. Het enige wat niet goed gelukt is, is de pauze van 5 minuten. Die hebben we vergeten, want we zaten er zo in en het was zo boeiend, Rob. Ja. Dat je hebt ons allemaal wakker gehouden. En er was een vraag naar slaap. Nou, dan kan ik om te beginnen eens even verwijzen naar zowel in het Nederlands als in het Engels zijn er door ons georganiseerd webinars met Sandra Kooi over ADHD en slaap. Dus je mag mij een mail sturen, dan stuur ik je de link wel. Je kan gewoon kijken op de website van Impuls en Woordblind en dan kijk je naar slaap Sandra Kooi. Als je dat even combineert, dan vind je het wel. Dus dan je hoeft geen lid te zijn, maar het wordt wel van harte aanbevolen. Ja, eigenlijk moreel gesproken moet het, toch? Ja, vinden we eigenlijk wel. Het is een bedrag van niks wat je betaalt. En het is heel goed om lid te worden, want dan hebben we heel veel steun. Nou, oké, allerlei mensen zitten nog alsnog vragen in te voeren nu. We zitten nu op 193 vragen. We kunnen hem nog even open laten staan wel. Dat vind ik prima. Dat kan best nog even. We kunnen hem nog 10 minuten open laten staan, toch? Nee, we hebben er echt genoeg, Rob. Dat is echt wel goed. Nou, ik wou tot de 200, hoor. Oh, je wou tot... Nou, nog 5 vragen dan. Wat ik kan ondersteunen. Ik zie nu een hele rij. Dank voor de presentatie, Rob. Oh. Dank voor de presentatie, Rob en Hans. Mooi gevonden. Rob, bedankt. Dank, dokter Rob. Nou, ga zo maar door. Dus Rob weet dat dit enorm wordt gewaardeerd. En we krijgen ook van alle kanten complimenten hierover. En het is zeer leerzaam. Het is veel. Jij weet nog veel meer. Er is nog veel meer. En daar gaan we dus 10 februari op door. Aan de ene kant hoop ik natuurlijk dat niemand veel leert. Ja, want dan weten ze al veel. Ja, dat is altijd de paradox. Dus hoe meer je leert, hoe minder je weet, zou ik maar zeggen. Nou, ik denk dat zowel... eigenaren van ADHD als behandelaren van ADHD best nog wel wat kunnen bijleren. Dus we gaan vol goede moed naar de 10 februari. Rob, we zitten al op 216 vragen, dus we mogen nu gaan slapen. Bedankt voor jullie allemaal belangstelling en voor alle inbreng. En we doen ons best. Jullie krijgen dus allemaal een uitnodiging voor de volgende keer. Oké. Okay. Rob, goedenavond. Ja. Mensen, slaap ze. Ga even rustig relaxen nu, want dit was heel wat. Oké, graag gedaan. Doeg. Even kijken, hoe komen we naar de...